Jonathan die geeft aan, super bedankt voor de info zover. Dus Nick, thanks. Graag gedaan. Begrijp ik goed dat dit model het beste werkt met een eigen woning die reeds is afbetaald of met toestemming van de bank? In hoeverre, dus een tweede vraag, in hoeverre is rent-to-rent een optie? Ja, dus dat is een hele goeie. Nou, wat je dus zegt in het begin, dat klopt als een bus. Zoals ik het ook deed, dat ik als marinier op pad ging, moet je wel toestemming vragen aan de bank. Want anders dan mag dat niet. En als jij best wel, mijn ervaring is, ik had flink, ik had best wel wat afgelost toen. Dus ik kreeg gewoon die toestemming. Dus dat is één. En rent-to-rent, dat is dus wat wij nu ook doen. En daardoor zijn wij aan het opschalen. En dat is ook het verhaal wat ik in het begin vertelde. Wat wij doen is, wij flyeren actief. Wij zijn altijd op zoek naar leuke woningen op strategische plekken. En dat vertellen we ook in de cursus, waar is dat? Want ja, je kan wel ergens achteraf, tenminste in bepaalde locaties maakt het niet uit. Maar als jij een mooie strategische plek hebt, dan kan je bijvoorbeeld daar een eigenaar van een woning benaderen. En een mooi voorbeeld daarvan is een woning die bijvoorbeeld niet uit de punten komt. En die wel B&B verhuurd mag worden. Ja, dan kan jij bijvoorbeeld de eigenaar benaderen van, joh luister, ik zie dat u €500 per maand vraagt voor deze woning. Maar ik wil hem graag van u huren met een kleine kanttekening. Ik ga hem op de B&B-markt inzetten. Nou, dan worden ze altijd een beetje huiverig. Nou, wij hebben dus goede referenties hebben wij nu opgebouwd. Als je dat nog niet hebt, dan kun je gewoon zeggen, joh, ik wil graag met een proeftijd gaan werken. Dus dat is één optie. En dan betaal je bijvoorbeeld €200 per maand. Maar jij hebt natuurlijk al je marktonderzoek gedaan vooraf. En jij weet, ik kan daar 20 dagen per maand bijvoorbeeld €100 voor vragen. Ja, dan zit je daar dus tussen. En dan heb je zonder eigen geld en zonder eigen woning, kan jij dan al zeg maar een B&B verhuurbusiness opstarten. Nog sterker, wij hebben op deze manier een 10-persoons appartement in de verhuur genomen hier in de buurt. En wij wisten gewoon, ja, dat ding was niet goed te verhuren op de normale manier, want het was te groot, te onkulant. Maar wij wisten van, ja, weet je, B&B technisch kan dit wel. Het mocht ook op dit pand, gelukkig. Dus zo hebben wij deze gedaan. We hebben hem online gezet, al 2 maanden voordat hij ging draaien. Van de boekingen die binnenkwamen, hebben we de woning ingericht. Dus we hebben echt zonder eigen geld, hebben wij die hele woning ingericht. En zo is dat gaan draaien. En die verhuren we nu al dik een jaar ook aan groepen tot 10 man. Ja.